Ben ik weer met tips om jullie sneller te laten fietsen. We gaan het dit keer over mountainbikebanden hebben. Want met het winterse weer krijg ik steeds meer de vraag. Wat is de ideale band voor de Noord-Holland 100? De Noord-Holland 100 bestaat uit bos, duinen, strand en het MTB parcours van Schorrel. Dus je moet op alle gebieden goed voorbereid zijn. Hier heb ik grove banden, slick en een licht profiel. Het grove profiel heb je natuurlijk heel veel grip als het heeft geregend, in de modder, in de bochten. Alleen op het strand ben je super traag, want dat dikke profiel dat graaft zich in. En eigenlijk ook in de duinen en het bos, als het mooie paden zijn, ja, dan heeft dit veel rolweerstand. Zeker een veilige optie en zeker met deze sterke band waar ik trouwens ook mee heb gereden. Ga je niet lek rijden en heb je goede grip, maar eigenlijk is het geen goede band voor Noord-Holland. Geldt ook voor deze. Veel profiel, graaft zich in, niet snel. Dan hebben we hier de slick, oftewel de strandband. Dit is absoluut op de rechte zandstukken de snelste optie. Maar als het maar een klein beetje geregend heeft, en zeker vanaf half december, is het niet meer te doen om hierop te rijden. Je gaat alle kanten op in het bos en het is eigenlijk gewoon gevaarlijk. Ja, je bent wat sneller op de zandstukken, zeker op het strand, want omdat het geen profiel heeft, blijft het eigenlijk op het zand als het daar drijft en graaft het zich niet in. En daardoor heb je zo weinig rolweerstand eigenlijk met een slick. Maar het is niet veilig en over het hele parcours ben je gewoon niet sneller. Daarom moet je voor een licht profiel kiezen. Dit is een Thunderbird en dit is een Renegade. De Renegade heeft twee keer de Noord-Holland 100 gewonnen. Dus dit zijn gewoon de beste en de snelste banden voor dit parcours. Omdat je weinig rolweerstand heeft vanwege het lage profiel. Je grijpt je niet helemaal in de zandstukken. Maar in de modder en in de bochten heb je toch genoeg profiel om snel door de bochten te gaan. En ook natuurlijk tijd te pakken dan. Ook is het gewoon een veilige optie. Want met die slick ga je alle kanten op. En dan kan je nog wel eens hard vallen. En dat willen we ook niet. En de finale, het parcours van Schorrel, heb je ook gewoon grip nodig. Dus ik zou zeggen, kies voor een soort semi-slick. Licht profiel, dat is het beste. Als je toch een daredevil bent en je wil voor een snelle combi gaan, kan je ook nog kiezen voor eigenlijk de Tom Coronel optie. Dat is achter een slick en voor een licht profiel. Als je gaat glijden, dan is dat meestal eerst aan de voorkant. Zeker wel snel. Maar dat alleen als het echt droge condities zijn. Nu heeft het al veel geregend. Het wordt al modderig. Het wordt al glad. Ik zou deze echt alleen voor strandritten gebruiken. En mijn advies is, kies voor een licht profiel.